Hoi, welkom bij Esther Yoga met Chantal en met Esther. Waarschijnlijk heb je iets wat eruit moet. Want we gaan eens ontgiften. En of dat nou fysiek is, of dat je misschien je hoofd een beetje moet ontgiften. Of je hart, ik weet niet waarom jij meedoet met het filmpje. Maar ik ben heel blij dat je meedoet. We gaan lekker op het gemakje een beetje draaien. En eens kijken hoe dat we erbij liggen en kunnen liggen. Je mag eerst eens even komen zitten. En misschien wel even je ogen sluiten of je blik zacht maken. En voel maar eens heel even goed hoe dat je op dit moment zit en waar dat je lichaam overal op steunt, waar je wordt ondersteund. En vanuit die ondersteuning mag je eens kijken of dat je je bovenlichaam wat meer ruimte kunt geven door je kruin een beetje omhoog te brengen. Je hart een beetje op te tillen. Je schouders te ontspannen. Probeer je neus recht vooruit te hebben en je kin ongeveer parallel aan de vloer. En als het lekker voelt om je kin een klein beetje naar achter te trekken, zo'n mini omgekinnetje te maken. Mag je dat doen en je schouders mogen ontspannen. Misschien is het lang geleden dat je even stil hebt gezeten. Of misschien is het pas de eerste keer dat je vandaag de rust neemt. Om even hier in het moment te zijn. Luister maar eens naar het zachte ruisen van je ademhaling, gewoon zoals het gaat op dit moment. Voel de beweging in je lijf die voortkomt uit dat ritme van je adem. Probeer op elke uitademhaling maar eens je lichaam lekker zacht te laten worden en een beetje wat meer te ontspannen. En dan gaan we de eerste pose aannemen en daarvoor mag je je beide benen even voor je strekken. Misschien heb je het wel nodig om ze even een beetje uit te schudden of een beetje te wrijven. En dan mag je je linkerbeen over je rechter brengen. Je brengt je voet op de zijkant, op de kant van je kleine teen. Leg je hem ergens neer. Misschien wat lager richting de enkel of je onderbeen. Misschien wel wat hoger, misschien ergens naast je heup. En als je genoeg ruimte voelt, dan mag je ook dat onderste been omslaan. Dan kom je in een schoenveter, een hele schoenveter. En anders pak je een halve schoenveter, hou je je rechterbeen gestrekt. Je rechterhand die breng je op je gebogen bovenste been of je brengt hem eroverheen. We gaan namelijk draaien. Dus je zet je linkerhand achter je neer en dan breng je je linkerschouder naar achter toe. En misschien neem je ook wel je hoofd mee. En zoek maar eens naar die eerste grens. Het gevoel van, oké, als ik heel hard mijn best zou doen, dan zou ik best nog wat verder kunnen draaien. Maar dat doe ik lekker niet zo. Die grens. En dan vertoef je daar een tijdje. Blijf daar eventjes. En probeer ook met je aandacht hier in die pose te blijven. Hier in dit moment. Als het helpt om je aandacht te houden bij het instromen van je adem en het uitstromen, dan mag dat. En dan is het misschien ook leuk om eens te voelen als je zo nu gedraaid zit, waar die beweging in je lichaam plaatsvindt. Elke keer dat je inademt en weer uitademt.
ontspanning, vanuit zachtheid en compassie. Geef je over aan de tijd. Draai je heel rustig je bovenlichaam terug. En alle tijd neem je om je benen weer uit de knoop te leggen. En ook dat pak je gewoon lekker zacht aan. Geen haast, je hoeft nergens heen. Misschien blijf je lekker even stilzitten. Misschien wil je wat buigen. Kijk maar eens wat je lijf je ingeeft. En als je er klaar voor bent, dan mag je je rechterbeen optillen en breng je over je linkerbeen heen. Bouw die pose weer opnieuw op. Kijk weer hoe je dat je hem aan deze kant wilt doen. Misschien je voet wat lager of je voet wat hoger. Dat onderste been naar binnen geslagen of recht. Je linkerhand zet je op je rechterknie of eroverheen. Je rechterhand achter je. En dan zoek je weer zo'n twist, zo'n draaiing op. En dan mag je best even de tijd voor nemen. Hè? Je hoeft niet daar meteen naartoe te gaan en daar heel strak te blijven. Liever niet. Blijf goed voelen. Als je op dit moment of gedurende de pose voelt dat die pose pijn doet, die draaiing pijn doet, of misschien wel je heupen niet meer willen of je knie, dan pas je gewoon je pose wat aan. Daar is helemaal niks mis mee. Zelfs misschien wel een mooie levensles, dat je niet moet blijven in situaties die pijn doen. Dat je gewoon mag aanpassen. Dat je dingen zachter mag maken. Een beetje ongemak. Daar is soms niks mis mee. Maar pijn, daar zijn we niet naar op zoek. Als het helpt, sluit lekker je ogen, ontspan je tong, je kaak. Volg het ritme van jouw adem op dit moment. Draai dat bovenlichaam maar weer rustig terug. Voel maar wat wil je lichaam. Je benen uit de knoop. En de volgende pose is liggend op onze rug. Dus als je daar alvast naartoe wil, voel je vrij om daar heel even gewoon te wachten en te liggen. Te voelen, te zijn.
naar een banaanpose toe. Daarvoor mag je eerst helemaal plat komen liggen en probeer eens te voelen dat je kruin en die helemaal die onderkant, dat staartbeentje, de onderkant van je wervelkolom, dat die in één lijn liggen. En dan mag je je armen boven je hoofd gaan neerleggen. En dan loop je met je handen een beetje naar links. En misschien wil je hoofd dan wel mee en misschien wil je schouders ook wel mee. Zoek maar eens een beetje hoe ver je steel van de banaan naar links wil. Als je last hebt van je schouders, dan hou je natuurlijk je armen gewoon naar beneden. Of dan zoek je een plekje waar dat ze kunnen liggen. Als je denkt, nou, ik voel nog wel wat ruimte, dan loop je met je voeten ook naar links. Je billen blijven op de grond. Kijk maar hoe ver je wilt. En dan lig je in een banaan en misschien pak je met je ene hand je pols vast en trek je die arm nog een klein beetje verder naar links. Wat je ook mag doen is je ene voet over de enkel van de andere, van het andere been neerleggen. Kijk maar welk been je dan wilt pakken. En dan verblijf je. Je lichaam maar eens na, zijn je voeten en je tenen zo zacht als dat ze kunnen zijn, je enkels, je onderbenen, knieën en bovenbenen, je billen, je heupen en je buik. Je beide flanken, borst zacht, schouders ontspannen, nek en hals, hoofd en je armen helemaal tot in de puntjes van je vingertoppen. Altijd vrij om je armen, als je ze hoog had liggen, elk moment dat jij wil, weer naar beneden te brengen. Breng je aandacht weer eens naar de stroom van je adem. Hoe je lichaam op dit moment beweegt. Misschien gebruik je die uitadem nog wel om wat extra los te kunnen laten. En dan wandel je weer rustig je voeten terug. Je wandelt je bovenlichaam terug. Kijk maar eens wat je wilt doen. Misschien wil je daar gewoon even liggen. En misschien wil je lekker alles even als een klein balletje in elkaar naar elkaar toe trekken. Even je voeten op de grond zetten en je heupen omhoog brengen. Kijk maar. Wat je lichaam je vertelt. En als
als je er weer klaar voor bent, dan kom je eerst weer uitgestrekt op de mat liggen. Armen boven je hoofd, als je wil. Loop je handen naar rechts. Neem je hoofd, je schouders mee. En die billen die blijven gewoon waar dat ze zijn. Kijk maar of dat je ook je voeten nog naar rechts wil schuifelen. Eventueel je handen. Ene hand om een arm. Je ene voet over de enkel van je andere been. En als je het prettig vindt om weer je lichaam helemaal langs te lopen en deeltje voor deeltje los te laten, dan neem je daar de tijd voor. Misschien vind je het fijn om in één keer je lichaam als geheel wat zwaarder te laten worden of wat meer ruimte te geven. Pose aan deze kant die kan heel anders aanvoelen dan de pose net aan de andere kant. Dus blijf alert in dit moment, hoe dat het nu aanvoelt, hoe dat je het nu ervaart. Die stilte maar toe. Geef je over aan de pose, aan de tijd. Je adem. Je ademt gewoon door. Misschien adem je nog eens een keer wat bewuster, heel diep in. Dan laat je heel bewust nog een keer los op een uitademhaling. Nog een beetje dieper in die ontspanning. Dan wandel je weer rustig je voeten terug en je bovenlichaam en neem daar de tijd voor. Wil jouw lichaam doen op dit moment? Gaan we zo afsluiten met een liggende twist. Daarvoor mag je je beide voetzolen op de grond neerzetten. En je armen die leg je of in een T naast je of die hou je dadelijk op je buik. Kijk maar wat je daarmee wil. En dan laat je je rechtervoetzool staan en dan breng je je linkerbeen over dat rechterbeen heen. Die slide als het ware overheen. En van daaruit mag je je beide knieën naar rechts brengen. En als je nou meteen voelt, oh nee, dat voelt helemaal niet lekker. Dan leg je lekker je benen op elkaar. En dan
laat je die overslag los. En als je daar dan ligt, dan breng je je neus naar links. En dan zoek je naar een twist die voor jou op dit moment het beste is. Dat kan niemand je vertellen behalve jij. Geef je maar weer over. Je wordt ondersteund door de grond onder je. Als het goed is, heb je je pose zo aangepast dat je zo min mogelijk spieren hoeft aan te spannen. En ook je tong en ook je kaken, die mogen gewoon ontspannen. Gewoon ontspannen. Jezelf weer uit de knoop. Beweeg weer terug met je knieën omhoog naar het midden. En misschien trek je ze wel even naar je borst toe. En dan omhels je heel even jezelf. En laat lekker je voeten staan. Gaan door naar de andere kant. Dus zorg weer dat je beide voetzolen op de grond zijn. En dan laat je de linker staan. En je rechterbeen breng je over je linkerbeen heen. Je knieën gaan naar links. En je neus naar rechts. Wederom, misschien voelt deze kant weer heel anders dan de andere kant. Neem je tijd, pas je pose aan, voel naar. En dan zoek je de stilte op en geef je je over. Voel maar weer hoe die adem stroomt. Waar die ademhalingsspieren ruimte zoeken. Waar de ontspanning heen kan gaan.
Beweeg je weer langzaam. Weer terug naar het midden. Misschien beweeg je nog wat. En misschien denk je, oh, komt er nu een eindontspanning? Ja, die komt nu. Dus als je er klaar voor bent op jouw moment, neem je lekker de ruimte in. Leg maar je voeten een klein beetje opzij. Misschien wel iets breder dan dat je gewend bent. Je armen wijd naast je. Misschien zelfs wel boven je hoofd als dat lekker voelt. En dan neem je net zo lang de tijd als dat je zin hebt om gewoon nog eventjes te blijven liggen. Dankjewel dat je meedeed. We zien je heel graag een volgende keer weer terug. Namaste.